Twee controlerend, De Graaf en Mensah. En dan het kwartet dat voor de goals moet zorgen. De Kivi van links, El Gabas van rechts en Cavens in steun van de diepste spit Job. De Vree, Dreesen en Meijers. Frederik Frans. Mensah krijgt nu zelf de overtreding mee. Liese kan naar voren. Boussoufa. Had de Suarez gezien. Eén de punt. Maar Mensah stond er nog juist tussen. Keert veel weg, de Ghanees. Tot. Terwijl rechts Youri De Kevie helemaal vrij stond. Hij is een breker, geen opbouwer. Akwetei, Mensah. De overtreding van Bilia. Met het ver proberen. Naar het hoofd van Lukaku. Kreeg daar net een duwtje en dan weggewerkt door Mensah. En Juhasi steun levert in bij Mensah. Dat ziet er toch ook niet opperbest uit. De voorzet was iets te snel. Nu Lukaku. Mensah recupereert. Sonk. Zeker niet tegen Zenit. En dus de jonge Tsjech terug in het hart van de defensie. Wesley Song biedt zich aan als tolk. Maar gebarentaal behoeft geen vertaal. Liese kan naar voren schuiven. Bal. Dat is goed verdedigd door Camacho. Dit is Youri De Kivie. Simon komt ver ook om te gooien. Mensah komt weg, maar niet de best dadelijk. Standaard. Maar Koen daar slaagde er niet in om die bal tussen de palen te krijgen. Davids. Er was ook sprake. Het ligt op de draag bij Mensah. Job. Mensah. De Kivie links kon. Cavens kan ook. Daar is Jurgen Cavens. Handspel van Cavens. Lokje, maar het is Hens. Het is absoluut. Het is een prachtige paas van Mensah. Het is goed diep lopen. Simon te laat om te stappen. Het is rechts met zijn rechterarm. Lijnrechter moet dat altijd zien. Carcela. Carcela kan gelijk maken. Maar die heeft vooral een linker. Hier op dus. Ja, dit klopt. En daar gaan we dus weer met arbitrage. Het is een bikkelaar, een vechter. Mensah, dat is eerder een breker, niet iemand voor. De spelers op het veld. Gekozen. Meer speelkansen dan in Luik. Mensah, Radzinski. En opnieuw Mensah. Ja, links is ruimte bij Camacho, maar Mensah. Een tackle van Camacho en Mensah kan oprapen. Duwtje van Nong, tegenlezen door Gimini. Te streng, even in de problemen in de eerste vijf minuten. Gorius en Buijs bij de bal. Kan Julien Gorius de match openbreken. Ja, doet het laag en dan lopen ze vast. Staat daar veel te veel volk. En zolang het 0-0 is, zijn er natuurlijk ook nog altijd drie mogelijk. Chen. Te ver van de voet, Mensah. En de vrije trap voor Gomsi. Mensah. Was Radzinski bijna weg. Mensah. De Kivi.
Mensa. Maar de bal weggewerkt door de Stormen. Mensa. Alois Noom goed weggestuurd. Hij moet het nu zelf afmaken. Komt wel twee man in steun. Alois Noom gaat zelf met Mensa voor zich. En daar is dan de schot en de redding van Kawashima met de voeten. Hier Alois Noom weggestuurd. Die even problemen heeft met Mensa. Bal dan toch voor krijgt. En dan is daar Antonio Gomsi. En nog een redding met de voet van de Japanner. Mechelen daar weer met Gorius. En Mensa. Mensa. Hoeveel heeft Liersen nog in de tank zitten? Fysiek en mentaal. Mensa, verre bal. Gomsi voor Douala. Joni Baez terug naar Olivier Renard. Camacho. Camacho. Abdelwahed staat ook nog klaar om in te vallen bij Liersen. Weet even niet meer waar de bal is en is hem dan kwijt aan de Kevin. Mensa. Ja, middenveld en aanval. Dat klikt niet goed in elkaar. En veel te weinig dreiging van Liersen. Abdelwahed. En dan weggewerkt door Kevin Geudes. Mensa. Douala. Job. Douala opnieuw. Frederik Frans weg. De Kevin. Diabakan. Diabang liever. Die kan meteen met die bal de hoek in gaan rennen en zo tijd winnen. Ja, het gaat niet over de lijn hoor. Ja, dan nu even vastgehouden. En dan nu de overtreding. En dan heeft Diabakan zijn best gedaan. Diabang moet ik zeggen. Een lettergreep te veel in. En krijgt Mensa ook nog geel. Een goede wissel geweest. Het is misschien. Ja, dat klopt. En daar gaan we dus weer met arbitrage. Dat is een bikkelaar, een vechter. Mensa, dat is eerder een breker. Niet iemand voor. Spelers op het veld doen.